Governor Robert van Tricht van de Centrale Bank van Suriname heeft gisteren een lezing gehouden over de National Risk Assessment voor Suriname. Dit deed hij op de maandelijkse bijeenkomst van de kenniskring in het Lalaroek-gebouw. Hij was de gastspreker, terwijl het panel bestond uit Eblain Franji, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Armand Agaibersing, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen, en Remy Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname. De National Risk Assessment Suriname moet de risico's van witwassen en terrorismefinanciering identificeren en beoordelen. Om dit te doen moet Suriname haar wet en regelgeving aanpassen. Dit is noodzakelijk omdat Suriname onderdeel is van de Caribbean Financial Action Task Force. Van Tricht gaat in op de vraag waarom Suriname nu pas komt met een National Risk Assessment. Ik ben hier als jonge generatie en ik kan 40 jaar terugkijken en ik kan zeggen, hier mensen, we wisten al dat we deze stap moesten nemen. En als dat niet snel genoeg was gebeurd, of als dat een stapgewijs was gebeurd, en u was zelf onderdeel van de wet op de jaarrekening, ik heb toen ook aangegeven, 40 jaar is het al in deze regio. We hebben het nu pas doorgezet. We zijn 180ste member van de IFAC. Moet je daar trots op zijn? Enigszins, hè, we zijn er. Maar 180ste member, weet ik nog niet zozeer. Dus ik heb nooit achteruit gekeken. Ik heb nooit een oordeel gegeven over iedereen die voor iedereen heeft gehandeld in de kennis die ze hadden. Zo is het. Maar we staan er nu. Begin van de ganse woord. En het enige beroep wat ik kan doen op samenleving, volk, alle professionals, binnen de samenleving, bedrijven, iedereen die hier woont, is die bijdrage te leveren dat we daar niet komen. Ik denk dat dat de belangrijkste setting is. En iedereen heeft een rol, want je gaat natuurlijk wetten moeten doorvoeren, instituten moeten bouwen, een radar moeten hebben. Het bankwezen speelt een belangrijke rol in de implementatie van de National Risk Assessment, zegt Franji. Het gaat bij money laundering niet alleen om drugsgeld, het gaat om corruptiegeld, het gaat om sanctie, middelen overmaken en sancties. Maar vaak wordt, ja, maar ik heb cashgeld nodig om die Venezolaanse vissers te betalen, omdat die personen daar geen bankrekening hebben. Dus dat soort dingen kunnen niet. Als wij als samenleving onze way of living en onze way of doing business niet gaan wijzigen, dan kunnen we hele sterke instituten gaan creëren en dan gaan we enforcen, maar dan gaan we er niet doorheen komen. Ik heb het uitgelegd tijdens de installatie van de PMT. Het gaat een state-minded appearance situatie zijn. Het gaat niet alleen om die wetten, het gaat om het naleven van die wetten. En niet alleen de instituten moeten toezien op het naleven, maar ik bedoel, sommige wetten gelden niet eens voor banken. Sommige wetten bestaan er nog niet eens voor banken hier. Maar wij moeten er wel aan voldoen vanwege internationale regelgeving en dus gebruikelijk internationaal. Bijvoorbeeld KYCC. Wie zijn uw klanten? Heel weinig bedrijven weten dat. Maar wij moeten eraan voldoen. Eblain Franji, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, gisteren tijdens een bijeenkomst van de kenniskring. Op deze bijeenkomst gaf governor Robert van Tricht informatie over de National Risk Assessment Suriname.